Guus Deel, net met 8-1 gewonnen van het Zeeuws elftal. Maar eerst even aanvoeren. Hoe voelde die band? Ja, goed. Ja? Ja. Zat hij lekker? Ja, hij zat goed. Prima. Ja, de trainer die sprak zich net over uit. Een grote kans dat jij het gaat worden. Gaat hij nog wel overleggen met jou en met Ron Vlaar. Maar wat betekent dat voor jou? Ja, hele grote eer natuurlijk. Na 1 jaar gespeeld te hebben, nu al aanvoerder te zijn. En ja, vooralsnog ben ik aanvoerder. Dus we gaan het erover hebben, zoals hij al zei. Inderdaad. Over de wedstrijd 8-1, maar bij rust stond het al 6-0. De eerste helft was toch een beetje het basiselftal. Wat voor gevoel heb jij overgehouden in de eerste helft? Ja, ik vond ons goed spelen. Vooral eerst 30 minuten. Alleen laatste kwartier viel het een beetje stil. Maar ja, je hoeft niet te zeuren als het 6-0 bij rust staat. Maar het had wel meer kunnen zijn. Ja. Maar toch, ik bedoel, het Zeeuws elftal, Feyenoord heeft er maar 2-0 van gewonnen. Ze hebben zelfs gelijk gespeeld tegen Oostende. Dan is 6-0 natuurlijk best wel lekker al bij rust. Ja, maar dat zegt natuurlijk niks. Ik bedoel, als die 1-0 niet valt, dan gaan ze zich ingraven. En vaak zie je als de 1-0 valt, 2-0 valt, dan gaat het snel. En ja, ik denk dat de andere teams het daarop een stuk hebben gebeten. En wij hebben dat goed gedaan. Zeker. Wat mij opviel, jullie zaten heel kort op. Ja, dat heb ik goed gezien. Ja. Je staat centraal in het veld, jij stuurt dat natuurlijk aan, jij coacht dat. Is dat iets wat jullie als accent meenemen in deze wedstrijd, dan wel in het trainingskamp? Ja, vorig jaar hebben wij ook natuurlijk veel press gespeeld. Ja. En dat willen we gewoon doortrekken dit seizoen. Dan willen we gewoon op de helft van de tegenstander spelen. Dus dan is het logisch al helemaal tegen zo'n team dat je dan snel de bal verovert en veel goals maakt. Over de trainingskamp, fijn gevoel? Ja, ik vind het prima. In Nederland ben ik ook tevreden mee. Geen lange reizen, dus ja, ik vind het prima. Je zit hier lekker in Zeeland. Ja, zeker. Mooie omgeving ook, dus dat is goed zo. Dankjewel.